Kijkers, de zieke Mohamed Peters in de hangmat op balkon is wederom in 1 voor 12. We hebben hem vorige week belicht en in deze aflevering ziet u het bezoek van voorzitter Vismalle aan deze zieke jongeman met een chronische aandoening. Hij leidt aan acne inversa, wat anders te vertalen is in etterende zweetklierontsteking. Mohamed Peters is aan zijn lot overgelaten, hij heeft geen vrouw. Geen kinderen, geen familie. Er is slechts een buurvrouw die naar hem omkijkt. Deze man heeft geen inkomen, ook geen sociale voorzieningen van SOSAVO. En hij is daarom afhankelijk van donatie. Er is 1 voor 12 voor deze chronisch zieke man. En hij moet uit zijn situatie geholpen worden. Ik leid aan een chronische ziekte, genaamd acne inversa. En dat is heel pijnlijk. Wat voor ziekte is dat? Het is een soort van een absces die niet wil drogen. En het bloed. Het verhaal van meneer Peter zal u wel bekend zijn. In zijn hangmat komen we hem weer aantreffen. Heel triest verhaal moet ik zeggen. Ik ga toch een beetje praten met Peter om te weten wat er eigenlijk aan de hand is. Meneer Peter, krijgt hij wel thuiszorg? Nee. Heeft hij gevraagd naar thuiszorg bij SZF? Nee, ik ging wel naar de dokter. Ik kreeg een verwijsbrief van hem om naar de ziekenhuis te gaan, maar ik kreeg hetzelfde behandeling. Medicijnen en de medicijnen helpen niet meer. Ik heb gevraagd naar een operatie en ze zeggen ze hebben geen plaats. U heeft gevraagd, met wie heeft u gesproken? Met de chirurg zelf. Van? Ik was eerst in het Slaans Hospitaal en vandaar heb ik gezien. Misschien lukt het daar niet, ben ik naar AZ gegaan en het is weer datzelfde. Ik ben van de een naar de ander gestuurd. Goed, we gaan werk van maken. Ik ben er tussen gekomen, dus daar moet er een oplossing komen. We gaan kijken wat we voor deze man kunnen doen. En dan kijk ik in de richting, minister Ramadien, we gaan deze man niet zo laten, we gaan hem helpen. Hij heeft hulp nodig, we gaan hem moeten helpen. In een hangmat slapen kan niet. Laten we deze man helpen om te kijken wat er allemaal gedaan kan worden voor hem. Ik doe een beroep nogmaals op mensen die een beetje verstand hebben van medische koe. Laten we deze man helpen. Laat hij alvast thuiszorg krijgen dat hem een beetje beter van kan maken. Maar in een hangmat dag en nacht kan niet. Ik werd gebeld door mijn vriend Renfrum. Renfrum zegt ik maak 150 euro over. Die man begon te huilen. Meneer Renfrum huilend aan de telefoon van meneer Vismalle, boy jeppie, ga je helpen. Maar dat is ook nog lang niet alles. We moeten deze man uit zijn situatie halen. Vandaag is maandag. Ik wil niet hebben dat hij nog een paar dagen langer in zijn hangmat moet liggen. Ik vraag, ik smeek aan ieder. De autoriteiten, ik wil u niet meer vragen. Ik wil u verzoeken om deze man te helpen. Komt u deze man helpen? Ik kijk er naar uit morgen. We gaan morgen tamtam maken dat deze man geholpen wordt. Ik heb namens meneer Renfrum, Amai Kree, Amatak met Michawa Monikiyo, Michara Monikongiyo. Dit is Fee Bayou, Nyadringi, weet je. Maar helpen jullie deze man, dan hebben jullie mij ook geholpen. Ik doe een beroep nogmaals, ik ben boos. Minister Ramadien, ik ga alle informatie naar u sturen dat u werk van maakt dat deze man niet zo blijft in de hangmat. En dat kan. Laten we eerlijk zijn, we kunnen niet in een paleis blijven en dan is deze man ziek. Je hoort zijn verhaal, hij heeft hulp gevraagd, niemand heeft hem hulp gegeven. Ik eventuele Vismalle wil dat hij hulp krijgt. En morgen moet hij geholpen worden. Ik vraag het, ik doe een beroep op jullie. Morgen moet deze man geholpen worden. Ik leid aan een chronische ziekte hier en ik zoek hulp. Ik zal u dankbaar zijn om voor mij te doneren.